Vandaag wil ik het eens hebben over hypotheses. Je weet dat ik met een serie columns bezig ben over het verschil tussen wetenschap en filosofie. En filosofen en wetenschappers gaan op een heel verschillende manier om met hypotheses. Wat zijn eigenlijk hypotheses? Een these, dat weten we wat dat is. Dat is een stelling of een bewering. Iets waarvan je meent dat het waar is. Wat doet die hypo daar eigenlijk? Hypo is een woord dat uit het Grieks komt. Het is eigenlijk een woorddeel. Het betekent onder. We kennen het in allerlei samenstellingen. Hypochonder, hypocriet, hypotheek en dus ook hypothese. We kennen het soms ook als een zelfstandig woord. In de wereld van de diabetes kun je een hypo hebben. Dan heb je te weinig glucose in je bloed. Dan is als het ware de glucosewaarde onder de maat. Vandaar onder hypo. Je kunt ook een hyper hebben. In de wereld van de diabetes. Dan heb je een te hoge glucosewaarde. Dat is boven de maat. Hyper kennen we ook nog in het verband van als iemand erg opgewonden is, dan is die helemaal hyper. En zo kan je misschien ook helemaal hypo zijn. Maar dat is verder niet iets waar ik het over ga hebben. Maar een hypothese is dus altijd als het ware, als we op deze manier dit letterlijk nemen, een stelling die onder de maat is. En een stelling die onder de maat is, daar moet je iets mee. Filosofen, net zo goed als wetenschappers. Dat kan je mooi uitleggen, maar voor ik dat doe wil ik toch nog een andere betekenis van hypothese even in beeld brengen, omdat ook die heel interessant is voor het verschil tussen wetenschappers en filosofen. Dat is het idee van een hypothese waarbij een hypothese als het ware onder een visie of onder een plan ligt of onder een reeks opvattingen. Dus dan is die hypothese de onderstelling of de veronderstelling. En zulk soort theses, hypotheses die een visie als het ware funderen, ook daarover verschillen filosofen en wetenschappers op een heel interessante manier. Om dat uit te werken ga ik het over 6 verschillende werkwoorden hebben. En de eerste 2 werkwoorden die onmiddellijk als het ware opvallen zijn de werkwoorden onderbouwen en toetsen. Wetenschappers die toetsen hypotheses. Ze toetsen een stelling die onder de maat is. Ze willen weten of die stelling het als het ware houdt, of die overeind blijft, als die getoetst wordt aan de werkelijkheid. Aan dat wat echt het geval is. Dan moet je natuurlijk wel een stelling hebben die toetsbaar is. En niet iedere stelling is toetsbaar. Stel dat je beweert dat vannacht alle dingen 2 keer zo groot zijn geworden. Dat is geen toetsbare stelling. Waarom niet? Omdat als alles 2 keer zo groot geworden is, de meetlat waarmee je dat kunt meten ook 2 keer zo groot is geworden. Een stelling die wel toetsbaar is, zou een stelling zijn als vannacht is mijn haar 2 keer zo lang geworden. Dat is een toetsbare hypothese. Maar die werkt natuurlijk alleen als ik gisteren al begonnen ben met meten. Dat heb je als ik gisteren gemeten heb hoe lang mijn haar is. Als ik dat getal opgeschreven heb, dan meet ik het vandaag nog een keer. En dan heb ik 2 getallen, die kan ik naast elkaar leggen en zo kan ik toetsen of mijn stelling waar is. Dat is wat we doen met toetsen. Dus dan is de stelling die begon als een stelling onder de maat, die nog niet voldoende grond had, die krijgt meer grond door hem te toetsen. Filosofen doen het anders. Dat wil zeggen, filosofen letten op andere type hypotheses. Theses die op een andere manier onder de maat zijn. Want een wetenschapper kan eigenlijk niets met zo'n stelling als vannacht zijn alle dingen 2 keer zo groot geworden. Filosofen kunnen daar wel iets mee. Ze gaan hem natuurlijk niet toetsen, maar ze gaan hem onderbouwen. En ze gaan natuurlijk niet de stelling vannacht is alles 2 keer zo groot onderbouwen, maar ze gaan bijvoorbeeld wel de stelling onderbouwen. De stelling dat vannacht alles 2 keer zo groot is geworden, is niet toetsbaar. Je kunt niet toetsen of dat niet toetsbaar is. Vandaar dat een empirische wetenschapper niks kan met de stelling dat vannacht alles 2 keer zo groot geworden is. Maar een filosoof kan er wel iets mee, want hij kan proberen die stelling die onder de maat is, stevig te maken door hem te onderbouwen. Niet door hem te steunen met bewijsmateriaal, maar door hem te steunen met argumenten. Filosofen doen onderzoek, net als wetenschappers, maar ze onderzoeken andere dingen. Filosofen onderzoeken geen feiten, ze verzamelen geen empirisch bewijsmateriaal. Ze zijn niet bezig met hypotheses te toetsen. Maar wat ze wel verzamelen is argumenten. Redeneringen
die een stelling kunnen helpen onderbouwen. En als het bijvoorbeeld gaat over die stelling dat alles vandaag of vannacht 2 keer zo groot geworden is, dan kunnen ze onderbouwen dat dat een niet toetsbare stelling is. Waarom is die niet toetsbaar? Omdat de meetlat, dat waarmee je kunt toetsen of de stelling waar is of niet, zelf valt binnen het bereik van waar die stelling over gaat. Als alles 2 keer zo groot is geworden, dan is deze meetlat ook 2 keer zo groot geworden. Dan kan je hem natuurlijk niet gebruiken om te controleren of alles 2 keer zo groot is geworden. Wie weet is vannacht alles wel 2 keer zo klein geworden. Of misschien is het vannacht eerst 4 keer zo groot geworden, toen 2 keer zo klein en daarna nog een keer 2 keer zo klein, zodat alles nu weer even groot is als het al die tijd al was. Al die stellingen zijn niet toetsbaar en door te onderbouwen bewijs je dus 1 stelling. Als het ware, 1 stelling maak je wel heel stevig. De stelling vannacht is alles 2 keer zo groot geworden is niet toetsbaar, is zelf een stelling die overeind staat. Dat is geen hypothese onder de maat, maar een onderbouwde stelling. Ik geef de kritische luisteraar graag gelijk. Dit is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Dit is een beetje flauw. Het lijkt een beetje op een woordspelletje. Maar toch gebeurt er in dat woordspelletje iets wat interessant is om het verschil tussen filosofen en wetenschappers duidelijk te maken. En we leren ook nog iets interessants over stellingen. Blijkbaar zijn er stellingen die getoetst kunnen worden, maar niet alle stellingen zijn te toetsen. En blijkbaar zijn er stellingen die niet te toetsen zijn, maar die wel te onderbouwen zijn. Dat is interessant en dat is waar filosofen vaak zo hun focus op hebben. En je kunt dat snappen door te gaan kijken naar die andere betekenis van vooronderstelling, van hypothese, van de onderstelling, dat fundament waarop die andere stellingen gebouwd zijn, en te kijken hoe filosofen daar anders mee omgaan dan wetenschappers. Dat verschil tussen stellingen die te onderbouwen zijn, maar niet te toetsen, en stellingen die te toetsen zijn, dat verschil kan verder verhelderd worden door die 4 andere werkwoorden erbij te halen die ik al beloofd had in het begin en die te maken hebben met die andere betekenis van de hypothese, dat waar die hypothese als het ware de onderstelling of de veronderstelling is, het fundament waarop een visie gebouwd is. Die 4 werkwoorden zijn ondergraven, blootleggen, overslaan en toedekken. Ze vormen een soort van tegenstelling, niet helemaal perfect, maar een beetje wel. Kijk, filosofen die houden niet van onderstellingen, van veronderstellingen, die als het ware onder de maat zijn. Filosofen ondergraven altijd maar weer door, die proberen veronderstellingen, fundamenten bloot te leggen. En in dat blootleggen proberen ze te laten zien dat eigenlijk al die stellingen, dat daar wel iets mee is. Dat dat veronderstellingen zijn, hypotheses, die eigenlijk op een of andere manier onder de maat zijn. Je zou daarom kunnen zeggen, filosofen komen ook gewoon nooit op gang. Die blijven altijd maar doorgraven, die blijven altijd maar verder graven, die blijven altijd maar ondergraven. En daar gaat dus nooit iets zinnigs mee beginnen. Dat is voor een deel het verhaal. Maar er gebeurt iets anders, omdat filosofen niet alleen maar ondergraven, maar ook onderbouwen. Ondergraven is 1 kant van het verhaal. Onderbouwen is de andere kant. Ondergraven en onderbouwen horen bij elkaar. Ze zijn als het ware een twistend stel. En daarom dat filosofen ook het best tot hun recht komen in situaties waarin er sprake is van een debat of een dialoog, wat je een dialectisch proces zou kunnen noemen. Met het ondergraven van 1 stelling onderbouwen ze als het ware de omgekeerde stelling. En dat doen ze vice versa. Als er meerdere stemmen in het geding zijn, dan wordt de ene stem ingezet om de stem van de andere, om de andere stem te ondergraven. En daarmee die ene stem juist te onderbouwen. Enzovoorts. Wat je daarin gaat zien, is dat het resultaat een dialoog, of een debat, of een eindeloos woordspel lijkt, maar feitelijk een soort van talig ritueel is. Een soort dans die filosofen met elkaar doen en waarin iets zichtbaar wordt wat heel significant is, namelijk de mogelijkheid, de cruciale mogelijkheid, dat mensen samen 1 taalgemeenschap vormen. Dat ze elkaar begrijpen. Dat ze weten waarop ze verder bouwen. Dat ze elkaar horen, naar elkaar luisteren, elkaar kunnen ondervragen en steeds kunnen zoeken naar de veronderstelling die eronder ligt.
Filosofen vinden dat fantastisch. Maar wetenschappers houden niet zo van mogelijkheden. Wetenschappers houden niet van die mogelijkheid dat wij een taalgemeenschap zijn. Of dat wij één taalgemeenschap zouden kunnen zijn. Wetenschappers houden van de actualiteit. Die willen weten wat het geval is. Die willen weten wat de realiteit is. Dat betekent wel iets voor wetenschappers. Wetenschappers willen heel graag met toetsbare hypothesen aan de gang. Maar ze moeten daarom proberen de aandacht niet al te veel te vestigen op de stellingen die eronder liggen. Op de veronderstellingen. Ze hebben als het ware een operationaliseringsproces achter de rug, waardoor ze één toetsbare stelling hebben. Bijvoorbeeld dat vannacht mijn haar 2 keer zo lang geworden is. Maar kijk, dat mijn haar 2 keer zo lang geworden is vannacht, en als ik denk dat is toetsbaar en ik meet dat, dan zijn er wel een aantal veronderstellingen, hypotheses, die ik niet toets, maar die ik mee moet nemen als wetenschapper, om deze stelling te kunnen toetsen. Bijvoorbeeld, ik moet gisteren mijn haar ook gemeten hebben. Dat getal heb ik bijvoorbeeld op een briefje geschreven, maar vannacht, toen mijn haar in 1 keer 2 keer zo lang werd, moet natuurlijk niet iemand dat briefje verwisseld hebben. En er een ander briefje voor teruggelegd hebben met een 2 keer zo klein getal. Het moet natuurlijk ook niet zo zijn geweest dat ik gisteren mijn haar gemeten heb met een meetlat die zelf 2 keer te klein is. Dat moet ik ook veronderstellen. Ik moet ook veronderstellen dat vannacht toen mijn haar 2 keer zo lang werd, niet deze meetlat zelf ook 2 keer zo lang werd. Dat zijn allemaal veronderstellingen die ik meeneem als wetenschapper om de toetsbare stelling te toetsen. Met die veronderstellingen weten die wetenschappers niet zo heel veel raad. Als ze namelijk daar te veel aandacht aan besteden, komen ze niet toe aan het toetsen van hun hypotheses. Dus wat doen ze met die onderstellingen? Die dekken ze toe. En het kritisch onderzoek daarna slaan ze het liefste over. Een filosoof vindt dat nogal eigenaardig. Een filosoof raakt juist geïnteresseerd in die hypothese die eronder liggen. Want een filosoof denkt van, ja, als je die niet onderzoekt, hoe kun je dan ooit denken dat je met je toetsbare hypothese vorderingen kunt maken? Wat is toetsen eigenlijk? Dat is natuurlijk typisch weer zo'n leuke filosofenvraag, waar filosofen eindeloos lang over kunnen discussiëren, die ze kunnen onderbouwen en kunnen ondergraven, zodat ze misschien wel tot de conclusie komen dat de toetsbare hypotheses niet de interessantste zijn, maar de te onderbouwen hypotheses. En misschien dat ze in dat eindeloze debat toch nog iets boeiends, maar misschien ook iets treurigs blootleggen. Namelijk dat wij misschien geen één taalgemeenschap zijn. Dat je wetenschappers hebt en filosofen en dat die elkaar niet echt goed begrijpen.